ja. En ja, maar dat is mijn stopwoordje. Ja, ja. Ik weet het ook niet hoe ik eraan kom en ik weet ook niet hoe ik eraf kom. Nee. Kikaboe. Kikaboe. Geen zin. Hallo allemaal, het is vandaag weer een zondag en het is de hoeveelste leven vandaag? Dat is 15 december en we leven ongeveer plus, minus, pak een beet, zeker weten 14:54. Ja, bijna 3 uur. Rijka die legt daar, Gandalf die staat daar en daar zit Eowyn op de rollator. En samen, ja, jullie weten het al, zijn we Corina en de Beestenbol. Ja, ja. En, ja, maar dat is mijn stopwoordje. Ja, ja. Ik weet het ook niet hoe ik eraan kom en ik weet ook niet hoe ik eraf kom. Nee. We zijn lekker laat. Ja, dat kan allemaal kloppen. We zijn nog wel buiten geweest. Ook dat zijn we al geweest. En, we hadden geen zin. Nergens zin. Nee. Dus, ja. Lekker een zondag, weet je. Gewoon lekker een luie zondag. Moet kunnen. Hé, Gandalfie? Ja, zou ik ook zeggen. Dus ja, ik ga zo meteen ook weer even lekker een bakje koffie doen weer. En ik ga zo meteen ook renderen. Oftewel editen. Films in elkaar zetten. De computer moet ik nog aandoen. Maar ik wens jullie als eerste, althans wij wensen jullie natuurlijk als eerste een mooie, bijzondere, liefdevolle en gezegende advent, zondagmiddag, wat al lang hoort, maar zo is het nou eenmaal. En geniet van alles met wat jullie doen gaan. Het is vreemd weer, er begint nou weer wat bewolking op te komen. Daar is de lucht nog blauw en daar komt bewolking aan. Dus ja, dat komt eigenlijk weer uit het binnenland. Dus dat mogen we dan later voor mij wel houden. Want het is juist lekker, dat zonnetje, ja. Maar ja, oké, okay. Ik kan de pret niet drukken. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. En tot later. Doei, doei. Kiekeboe. Ben jij uitgeteld? Van het lopen. Je hebt maar 1 keer geplast en 1 keer gepoept. En dat langs die hele route. Ja. Ben je nou uitgeteld? Vrouwtje is ook uitgeteld hoor. Ja. Echt wel. Hé. Hey, meisje. Kikaboe. Kikaboe. Mijn vinger is geen bonk hoor. Nee, nee. Kikaboe. Kikaboe. Geen zin. Waar is onze eeuw in? Weet ik eigenlijk ook niet. Och, daar legt ze. Hé, meisje. Ons prinsesje. Miauw. Nou zeg, kom dat zielig eruit. Ja. Miauw. Hé? Hallo? Hé? Was lekker te slapen. Had je het niet eens niet door dat wij thuis kwamen? Hé? Ja, nou valt je zelfs al met koffie bezig. Ja? Wat ga je doen? Die gaat water drinken. En wat ga jij doen? Ga jij slapen? Ga jij slapen? Je middagdutje doen. Oh, wat kun je ook zo lekker lief kijken, hè? Ja, ga je maar wassen, meisje. Doe je goed, jij gaat jezelf verzorgen. Daar is er nog één. Maar oké, ik ga lekker een bakje koffie maken. Zoals jullie allicht al zien. En dan gaat mijn mobiel. En dan gaan we zo meteen voor de computer aan het werk. Ja, ja.
Oh, dat is heet. Zo. Nou, koffie mee. Hartstikke idee. Ja, ik maak nog reclame ook voor de DE, maar ik word niet gesponsord. Nee. Het zat bij toeval op mijn kopje. Ik kan er niks aan doen. Ja. Er is een bepaalde winkel die een heel servies daarvan verkoopt. Nou ja. Ik zou niet het hele servies willen hebben, maar het is tegenwoordig allemaal dat je uit bekers koffie drinkt. Nou, dat wil ik niet. Ik wil een kopje en een schoteltje voor mijn koffie. Dat was het enige wat er te koop was. Nou, die gaat naar Dromenland. En die loopt te zeuren. En ik ga achter de koffie en kijken wie mij appt. En hier op het, aan het werk. Dus dan weten jullie dat even. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer maandag. Ja, de tijd gaat hard en het houdt geen schaft. Nee. En we leven vandaag op 16 december en het is 13:36. Ja, ik ben alweer een tijdje eruit. Ik zat even een spelletje te doen. Ik heb even een telefoontje gepleegd naar de, hoe heet dat nou? De HVC. Ja, de HVC heb ik gebeld. Dat is voor containers die het vuil ophalen, etc. Ze verplichten je eventjes om, het is wel gratis, maar ze verplichten je wel, je leeft in een vrij land hè, en toch verplichten, om een andere container erbij te nemen voor oud papier. Voorheen werd dat in doosjes gedaan door velen, maar ook door velen niet, werd het gewoon in de grijze container gedaan. Onderop en daarbovenop het vuil. Klaar. Het wordt toch in die container geklapt. En weet je wat het mooiste is? Afgelopen zomer. Als ik de vaste groep heb van die vuilniswagen, dan zetten ze mijn container altijd weer terug. Op een gegeven moment wordt die ook weer teruggezet. En dan wordt in die groene gekeken. En daar zat ook wel wat in. Dus hij neemt die groene mee. Dat ik denk, wat is dit? Grijs is vandaag en niet de groene. Maar hij legde hem wel. Gewoon in diezelfde container. Het wordt allemaal gewoon bij elkaar erin gezodemieterd. En ook op het bedrijf. Dus hoezo? Afval. Kom maar. Nou, kom dan. Hoezo afval verscheiden? Dat doen ze daar niet eens. Het wordt allemaal op één grote hoop bij elkaar gedonderd. Ja, man. Oh, godje. Nou dan. Oh. Ja. Oeh, je hebt natte poten en ik heb schone kleren aan. Dikke me. Maar oké, ja, daar kan ik dan kwaad van worden en dan verplichten ze jou toch om nog wat andere container erbij te nemen. Ik weet niet waar ik hem heen moet zetten. Ja, hij moet daarnaast de aardbeientoren die mijn man heeft gemaakt. Want hier kan die niet. Nou, wanneer heb ik oud papier, dat is wanneer de krantenbak vol is. En ik gooi dan gewoon in die grijze container. Als die grijze container gelegen wordt, dan doe je eerst de kranten, de boel erin. En dan is het klaar. Punt. Ja. Dan kun je gewoon het afval er verder in gooien. Maar ja, mag niet. Ja, mag niet zoveel wat niet mag, weet je. Stelen mag je ook niet, wordt ook gedaan, toch? Ja, ik niet, maar anderen. Maar oké, Kandalf is er binnen. Die wilde ook vandaag niet meer buiten. Nee, doet hij niet. Nee, ja. Maar kijk eens, de bakken zijn hier leeg. Tenminste, eentje is leeg, dat is die. Van Kandalf is leeg, die heb ik er hier ook nog even bij gezet. Dat is eigenlijk van Rijka. Maar ook Eeuwen, die heeft er even van gegeten. En Kandalf ook een paar stukjes, maar niet veel. Maar ja, ik heb van Eeuwen weer op moeten ruimen. Ze eet dat wel, maar ze eet haar eigen niet. Dus ja, ik gooi dat vanavond wel door dat voor Rijka heen.
En dan zien we wel weer. Ja toch? Ja. En ik zit nou trouwens op te wachten weer op Jack van Zerelo. Die komt vanmiddag. We hebben afgesproken om dat nou tegenwoordig in de middag te doen. Want ik vind me niks. Als ik 's morgens krijg te horen in ene, dan ben je er net uit, weet je, voor hem. En dan is het, ik zit bij de dokter, of ik zit met dit, of ik zit met dat. Ja, of je krijgt onverwachts door, ik ben ziek. Ja, meld dat dan eerder, 's morgens vroeg en niet op dat moment. Of hij vergat me, weet je. Nou, hallo, ik kan je ook vergeten, ja. Maar ja, nou hebben we het afgesproken om dat in de middag na het eten te doen. Nou ja, ik weet niet hoe hij daar luncht. Maar in ieder geval niet normaal. Ik heb koud. Hebben jullie het ook koud? Ja, ik wel. Maar ja, ik vergeet weer het een en ander. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, de tijd en datum had ik al wel gezegd. Maar in ieder geval, ik raakte een beetje ja, in de war door mijn eigen schuld. Ik weet niet hoe laat meneer dus exact komt. Zover ik weet komt Rebecca woensdag. Maar ja, dat komt allemaal wel goed. Er zit er eentje weer water te scheppen. Gandalf uiteraard, ook zo leuk. Dus ja, maar het komt allemaal goed. Ik ga een bakje koffie maken en ik ben bezig met een spelletje op mijn telefoon. Ook zo leuk, ja. Maar dat komt allemaal goed en ja, Rijka die is lief. En ik zal, als meneer op tijd is, dan ga ik met Rijka de hort op even weer kaarten wegbrengen. Behalve die komt morgen. Nou ja, die kan ik ook meenemen, die kind. Ze woont hierachter, maar ze heeft geen brievenbus. Maar ik weet ook waar ze werkt. Dat is mijn nicht, die kan ook mee. Dat zijn de kennissen. Dat is een vriendin. Dat is een vriendin. Dus ja. Ik moet enkel nog mijn telefoonnummer eventjes nachecken. En dan kan die post ook weg. Dus. Ik heb nog wel even wat te doen hier aan deze kant. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en ik spreek jullie later. Doei doei! Ja, hallo lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik was vandaag in de war hoor. Ja. Ik zei dat ik zat te wachten op Jack van Zerelo. Maar die komt vandaag niet, want die moest door de mangel molen heen bij het ziekenhuis. Dus ja, die kan niet komen. Nee. Rebecca is wel gekomen. Die is boven bezig. Ja, en die dame, zij, die zat er net hier op die stoel. Maar dat mag niet. Nee, ze mag niet op die stoel. En dat weet ze wel, hè? Ja. Dus, maar oké, ik heb net een vuilnisbak gedaan. Eeuwie zit op de rollator, Kandalf is naar boven toe. Rebecca heeft haar thee nog staan, die wordt koud. Nou ja, pech gehad. Maakt ook niet uit. Drink ze mijn koude thee. Ik ga voor jullie aan het werk en voor mezelf natuurlijk. Even weer editen. Althans, eerst alles in elkaar zetten en dan editen. Mensen, kun je nog auto rijden of niet? Je bent taxichauffeur. Kom op man. In één keer behoor je dat te kunnen. En niet in drie keer. Drie keer bezig om een busje op het verkeerterrein te krijgen. Maar oké, ik ga nog een bak koffie maken. Dan verhuis ik die kant op om daar aan het werk te gaan. Net de vuilnisbak gedaan, die was vol. Heb ik gelijk in de container gedaan. Hoeft Rebecca niet te doen. Dus het komt allemaal wel weer goed. En ik zou zeggen, hou je haaks. En komt alles goed. Ja. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ja, ik was weg. Met Rijka. En er later natuurlijk was ik een loopje aan het doen. Maar wie liep er mee? Wat denken jullie? Nee, Eeuwen niet. Nee. Dat meneertje daar. Zien jullie hem? Gandalf? Gandalf. Hallo, Gandalf.
Jeetje, Mina, is die doof? Hé, hey, groepje. Gandalf. Ja. Je bent meegelopen, hè? Ja. Ja, hij is het hele eind meegelopen en daar ben ik super trots op. Ze waren bij elkaar. Rijka heeft een plasje kunnen doen en kunnen poepie doen. En nou, zo lief die twee met elkaar. Echt, ik heb genoten. Jammer dat jullie dat dan niet kunnen zien, hè. Nee, ik kan onderweg helaas niet vloggen. Dan moet ik stilstaan. Ja, dat gaat het hem niet worden. De GoPro, dat wiebelt te veel op dat ding. Dat gaat het hem ook niet worden. Maar ik heb een of ander tuigje, dat moet ik over mijn jas heen aandoen. Daar moet ik de GoPro op doen. Dat gaan we andere jaar uitproberen. Dit jaar niet meer. Nee, dat, ik heb zoveel nog te doen. Dus ja, dan moet ik ook weer in de kast zoeken naar die koffertjes. Maar ik heb het tuigje. Kijken of dat wil. Wil dat niet, hebben we weer pech. Ja. Ik loop nou helemaal niet goed. En ja. Maar het is zo leuk, jongens. Zo leuk, die twee. Ja, die zijn aan elkaar gewaagd. Echt wel. Maar oké, ik wou dat jullie even mededelen. Het is dat zo leuk altijd. En ja, jammer dat je dat dan niet 1, 2, 3 kan zien. Maar ja, het is gewoon een leuk gezicht. Dat als er iemand aan het wandelen is met een hond of hondje, dat er ook een kat mee loopt te wandelen. Echt zo leuk. Nou, ik heb dat dus. Ja. Dat, maar oké, ik zou zeggen, geniet van jullie avond. Smakelijk eten en een mooie, fijne, liefdevolle avond. En tot straks. Ja, ik ga straks ook eerst lekker eten. En dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, lieve vrienden, het is weer alreeds bijna 20 uur, oftewel 8 uur. En dat allemaal nog steeds op maandag. De 16e december, ja ja. Ik zit dus televisie te kijken, momenteel is er het nieuws. Zometeen Goede Tijden, Slechte Tijden, daarna kerstfilms. En ja, ik wou jullie wat laten zien. Daar zien jullie, even mijn stoel, die wou niet. Helemaal. Als jullie dat goed zien, zien jullie daar een lampje kleurtjes geven. Groen met rood. Nou draai ik hem om. En dat gaat ook door mijn huisje heen. Maar het staat ook op mijn voorgevel. Ja, het is ook op mijn voorgevel. Tenminste op mijn achtergevel eigenlijk. Te zien. Ja. Ik vind het zo leuk. En dan vragen ze je wel van, hey, daar ging wat van. Nou nee, ik niet. De katten die spelen af en toe eventjes ermee. Maar ik loop eventjes naar buiten, dan kan jullie het eventjes zien op de voorgevel. Maar ik moet wel uitkijken voor meneer Kandel, want die wil ik niet meer naar buiten hebben, want dan komt hij niet naar binnen. Nee, jij komt niet naar binnen. .nl. Zo is dat. Zo. Zo. Dat is dat apparaat die daar flikkert. Die doet dat allemaal. Nou. Voilà. Leuk, hè? Ik vind het zo leuk. Ja. Hij had eigenlijk nog wat hoger moeten. Maar dat kreeg ik helaas niet voor elkaar. Maar ja, vandaag is Jack van Vigelo niet geweest. Ik hoop dat hij woensdag komt. Want hij moet vandaag naar het ziekenhuis. En ik hoop dat hij dat ding even... ja, het moet op een andere manier vastgebonden worden. Hij moet een beetje omhoog. Maar ja, dat kreeg ik even niet voor elkaar. Maar oké, dan wou ik jullie even nog laten zien dat dat toch wel leuk is, hè? Mijn huisje. Ja, dan moet ik zien waar Gandalf is. Nee, Gandalf. Ik doe jullie zo vast uit, want ik moet even vechten met mijn poezenbeestje.